Vrachtwagens mogen vanaf komende maandag ook door de linkerbuis van de Benelux-tunnel in de A4 rijden als ze onderweg zijn naar de Europoort. Rijkswaterstaat start hier een proef mee tot maart volgend jaar. Tot nu toe is het vrachtverkeer verplicht om de rechter tunnelbuis te gebruiken. Vrachtwagens die nu van de A4 Midden-Delfland afkomen en richting de Europoort willen, moeten dan opschuiven. En dat betekent veel afremmende voertuigen en dus files en soms een aanrijding. Je moet eigenlijk binnen 300 meter moet je eigenlijk naar drie banen oversteken. Nou, dat is best wel een probleem. Ten eerste is de vertraging en ten tweede is het ook stress voor de chauffeur. Kijk, dan heb ik er rechts eentje, die laat me er niet tussen. Ja, daar komt hij. Kijk, komt er weer eentje mijn baan op. Je weet gewoon, ik moet hard remmen. Je weet gewoon van, joh, laat ze er met tussen. En nog even ervoor. Een klein stukje verder, als je eenmaal naar rechts bent gegaan, komt Vlaardingen komt er weer bij. Ja, dan wordt ook heel hard geremd. Dus vaak zit je ook automatisch op de linkerbaan. Het is een inhaalverbod daar. Maar ja, soms zit je al op de linkerbaan om rechts het invoegruimte te geven vanaf Vlaardingen. Je wil niet dat je daar ook rare situaties krijgt. Dus je blijft links rijden om rechts een beetje ademruimte te creëren. Nu willen ze daar een proef gaan doen. Ze willen nu vanaf volgende week een proef doen dat je dus beide tunnels mag gebruiken. Ja. Blij mee? Ja. 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 Nou ja, kijk, je zal na de tunnel het probleem verleggen. Maar je hebt het voor de tunnel niet. Kijk, wat vanaf de A20 komt, wat vanuit Vlaardingen komt, dat heb ook meer ruimte om door te stromen. En moet jij de heiplaat op. Ja, dan zit je al gelijk op je goede baan. Moet je naar de Maasvlakte, kun je daarna nog eens gaan kijken van, joh, waar ken ik naar rechts? En dan kun je daarna nog goed gaan inschatten. Ik ben er een hele grote voorstander van. Gewoon voor de doorstroming en de veiligheid, ja.